We waren deze week ook op het verzorgingshuis in Herten. En toen hebben we daar gezien, daar hebben ze pleintenbakken die ze extra get hoger hebben gemaakt. Ja, zodat mensen wel in de hof kunnen werken. Hè? Ja, tuurlijk. Dat is de verhoogde hof. Dat is flat. Dat ze ook moest wonen. En daar hebben ze een verhoogde hof. Zodat ze niet meer hoeft de boeken voor pleintjes erin te zetten. Dus dat is eigenlijk super, een super goonje. Ik kan me best gaan voorstellen. Mensen die eigenlijk altijd in de hof hebben gewerkt, die komen in een verzorgingshuis en zouden dat dan niet meer kennen. Ja, en dat is een leuke bezigheid. Hoor. Want een plant, dat is toch een levend ding. En dat zussen op een gegeven moment, zussen dat groeien en bleuien. Ja. En ik denk dat er niets beter is voor senioren als dat. Ik denk het ook. En we waren daar in de tuin van het verzorgingshuis in Herten, omdat er een aantal bankjes geplaatst werden. Ja, dan denken ze een bankje, maar dat is toch een beetje symbolisch voor het ontmoeten. Kijk maar met. Een bank kan meer zijn dan alleen maar een plek om te zitten. Een bank is ook een ontmoetingsplek. In Herten zijn 6 van dit soort bankjes geplaatst. Ontmoetbanken. Veer op het verzorgingscentrum en 2 bij de basisschool, Sint-Hubertus. Jonk ontmoet Aad en samen met de PSW werden de banken van een leuke tekening voorzien. Donderdagmiddag werden ze onthuld. De gemeenteraad heeft een tijd geleden het initiatief genomen om te zeggen wij willen dat bankjes als middel gebruikt worden om die lokale samenleving een impuls te geven. En eigenlijk hebben we toen gezegd, daar willen we ook niet al te veel kaders bij hebben. We laten kijken wat er vanuit de samenleving op komt borrelen. Nou, en hier in Herten zien we een fantastisch voorbeeld waar dat toe leidt. Partijen hebben elkaar gevonden. De professionals van bijvoorbeeld een verzorgingshuis in samenspraak met de kinderen van de school. Met de omwonenden, iedereen tegelijkertijd die bezig is om hier een aantal van die banken in Herten te realiseren. En ik denk dat het heel positief is dat we als gemeente daar een kleine ondersteuning aan kunnen geven. Maar het is hier vanuit de samenleving en het is hun bank. Ja, precies. Zo'n bank is eigenlijk ook een ontmoetingsplek. Hè? Is dat ook altijd geweest in de wijk en zo? Hè? Is het ook ja, niet alleen symbolisch, maar zou het dat ook echt kunnen worden, zo'n bankje? Nou, je ziet het hier al om ons heen. Je hoort de kinderen praten, je ziet de senioren zeg maar, vertederend daar naar kijken. En daar zijn wij er nog een beetje tussenin met z'n tweeën. Maar het geeft aan dat dus eigenlijk jong en oud die bank gebruiken als het ontmoeten van elkaar, maar ook tussen de groepen in de samenleving. Ja. Als nou mensen dit zien en die zeggen van nou, dat lijkt me ook wel wat, dan is dat nog mogelijk om zich daar weer aan te melden. Als men in een bepaalde wijk woont, neem contact op met onze wijkregisseur. Die zijn via internet op allerlei manieren te bereiken. En de wijkregisseur gaat in gesprek met jullie om te kijken wat er haalbaar is. Wat vindt u van deze dag? Ben u blij met de nieuwe bank? Ik vind het geweldig. Ik vind het heerlijk dat het zo is gelopen. Ik had 1 bank gevraagd en nu hebben we er 6, dus prima. Die verbinding, hè? Je hebt de basisschool erbij, de PSW erbij. Heel belangrijk. Ja, dat samenwerken, dat was geweldig. Dat was echt heel leuk. Ik zou het zo nog een keer willen doen. En de bankjes, daar wordt denk ik veel gebruik van gemaakt? Ik hoop het. Ik hoop het. Het zijn hele makkelijke banken. Speciaal op oude hoogte. Dus ik denk wel dat ze daar heel veel gebruik van zullen maken. Het is nu een beetje te warm. Maar als het wat minder warm is... Vandaag worden jullie letterlijk in het zonnetje gezet. Ja, inderdaad. Ja, inderdaad. En voor bij de Jeu de Boerbaan komen ook nog bankjes.